Superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Madeline en ik ben onderweg naar Den Bosch. Hetzelfde festival Boulevard. En volgende week gaan we hier even meer. Goed, het was gelukkig maar een kwartiertje met de trein. En hier waren we dus in Den Bosch en ik ga eerst even langs de kruid wat lenzen halen. Ja, ik heb geen zin om bij M2 een bril te gaan dragen. Vervolgens gingen we even bij het water kijken. Een beetje de stad ontdekken. En toen was het tijd om verder het centrum in te gaan, naar de arena. Het is warm, we gaan eerst heen gaan, gewoon naar het theater en de parade gaan. Laplace of Appie? Natuurlijk kan geen Laplace betalen, wat denk je nou zelf? Hier waren we in de Appie natuurlijk. 45 cent. Nou, hier heb ik het flesje nog hervuld met de tapper. Oké. Ik heb daar nog even op het bankje gezeten waar e-mails beantwoord, want ik ben samenwerking binnen met mijn bedrijf weer. We gaan nu richting het gebouw. Het is nog een half uur tot het daar moet zijn. Ik heb vorige dag wel zeker tickets gehad, dus ik kreeg geen rol voor deze video. We gaan nu naar het theater. We gaan een beetje de stad ontdekken voordat we naar het theater gingen. Hier is Theater Artemis. Oh, en dit was nog een andere attractie waar iemand uit onze groep in ging. Hij is niet heel erg droog uitgekomen, kan ik je vertellen. Betere telefoonkwaliteit. Vlamma 4 star. Wacht. Dit is een video. Ja, I know, maar blijkbaar kun je hier tussendoor geen foto's maken. Ja. Werkt hij wel? Ja. En dan Salto. Ja, dan Salto. Vervolgens gingen we naar de eerste voorstelling. Eerst wel water drinken. En dan was alles moest weg. Of alles moet weg, sorry. Daarna kregen we nog een rondleiding over het terrein waar het festival is. En gingen we avondeten halen. Met waterspeels. Vervolgens door naar de verkaatfabriek voor de tweede voorstelling. En dat was dus serieus gewoon een kwartier lopen. Maar het maakt niet uit. Ik heb wel meer gelopen in mijn leven. This is Not a Dance was het. En het leuke aan deze voorstelling vind ik dat ik hier zeg maar echt meer heb geleerd over de Iraanse cultuur. En hierna hadden we nog een nagesprek. Die werd gelijk door één iemand uit onze groep. Dus daar waren wij er ook allemaal nog van zijn blijven zitten. Vervolgens was het rennen om de trein naar huis nog te halen. Tenminste, dat gingen we wel later de trein, hè? Maar om ze maar een eerdere te halen. En was ik dus doodop, want zo'n dag is stiekem best wel vermoeiend toch. En dat was het alweer.